Bart Wever, 2017 loopt op zijn einde. Hoe blik je terug op het jaar? Vooral naar het einde van het jaar. Dat is geëindigd met de goedkeuring van het zomerakkoord. Dat dus ook de herfst en de winter nog heeft gezien. Net geen vier seizoenenakkoord of Vivaldi-akkoord is geworden. En daarin zit de hervorming van de vennootschapsbelasting als koninginnenstuk. En die is alvast op vrijdag 22 december door de Kamer goedgekeurd. En dat was voor ons de belangrijkste hervorming. Is ook echt wel het leeuwendeel van de hervorming. En die zet ons terug qua competitiviteit in het Europese peloton. En samen met de taxshift, denk ik, zijn dat de twee grote werven die deze regering tot een goed einde heeft gebracht in functie van private jobcreatie. Dus dat is heel mooi voor 2017 mee te eindigen. En voor jezelf persoonlijk? Mijn persoonlijk hoogtepunt van 2017 was de familievakantie. Dat is bijna jaarlijks wederkerend, maar dit jaar heel bijzonder. Zijn we naar de Verenigde Staten geweest en heb ik ook 3 weken vakantie genomen. Dat is de langste vakantie ooit. Dat is ook de duurste vakantie ooit. Met alle kinderen naar het westen van de VS en New York. Daar heb ik jaren voor gepland. Ook die periode gekozen. Het politiek jaar dat het moest lukken, 2017. Volgend jaar zal het zeker niet zo zijn. Mm-hmm. En dat is echt wel de reis van mijn en ons leven geworden. En is er zo één moment, was het dan New York? Of, want je zegt westen, je bent dan ook in Los Angeles? We zijn vertrokken in San Francisco. We zijn dan het binnenland ingegaan langs de natuurparken, de Sequoias. Bryce Canyon, Grand Canyon, zo in de richting van Las Vegas en dan van Las Vegas naar Grand Canyon, Route 66 naar LA gedaan, Antelope Canyon en dan gevlogen naar New York. Nee. Alles samen 21 dagen. New York had ik zelf al eens gezien op dienstreis, maar dus de kinderen nog niet. En dus dat is toch wel een wereldstad zoals ze die in Europa niet kennen, niet bestaat. Dus voor hen is dat, dat is een existentiële ervaring van dat te zien. En dat is leuk, hè, om dat aan uw kinderen te kunnen meegeven als ze nog min of meer onbevangen zijn. Ja. Dus het moest nu wel gebeuren, want de oudste is 16. Dus binnen 2 jaar zegt hij waarschijnlijk dat met papa en mama op reis gaan niet meer tot zijn preferenties behoort. Ik verwacht mij eraan. Ja. Misschien terug even naar de politiek. 2017 was ook het jaar van de Kumbaya. Ja, de Kumbaya was eigenlijk nodig om het zomerakkoord te kunnen maken. Dus de sfeer tussen N-VA en CD&V met name in die coalitie zit niet goed. Dat is van meet af aan nog altijd niet zo geweest. Dat zal ook blijven wat het is, denk ik. Die partijen zijn erg concurrentieel. N-VA zit ook of CD&V zit ook wat in de buitenbaan van deze regering. Ik denk dat die partij zich daar niet 100% lekker in voelt, nooit heeft gevoeld. Die is graag in het centrum, in het midden van het bed, zoals ze zeggen. Die wil naar links en naar rechts kunnen kijken. En in deze regering zit zij op het uiterste. Dat is geen natuurlijke positie voor die partij. Ze zit er eigenlijk ook in als kleinere partij. Ook dat is niet de gewoonte van CD&V om die rol te spelen. En dat geeft heel veel wrijving met de rest van de coalitie op sociaal en economisch vlak. Waarbij mijn grootste teleurstelling van deze regering is dat ze niet consistent één verhaal heeft verteld. Een verhaal bijvoorbeeld over fiscale rechtvaardigheid. Je kan over de taxshift echt naar waarheid in de markt zetten. Dat het een transfer is van grote vermogens naar mensen die voor een laag loon gaan werken. Want die taxshift geeft het meeste rendement aan de lage inkomens en de mediaaninkomens. Dat gaat toch over €1200 extra per maand voor een laag inkomen. Extra per jaar tenminste, dat is een maand erbij. En voor een stuk wordt de compensatie gehaald in de roerende voorheffing, in de beurstax, in de bankentax, in de Caymantax, die allemaal heffingen zijn op vermogen en kapitaal en vermogenswinst. Dus men had daar een mooi verhaal over kunnen vertellen. Idem dito over de VNB, die toch ook een transfer is van grote multinationale bedrijven met veel aftrekposten. Voor de niet-kenners, de vennootschapsbelasting of de hervorming daarvan? Ja, de hervorming van de vennootschapsbelasting. Ja, excuseer. De hervorming van de vennootschapsbelasting is een transfer van grote multinationale bedrijven die heel veel speciale stelsels hebben. En natuurlijk de fiscalisten om iedere aftrekpost ten volle te benutten naar kleine bedrijven. Hoe kleiner het bedrijf, hoe meer dat die van de hervorming zal profiteren van die lagere rate en van die vereenvoudiging. Dus ook daar had je dat verhaal kunnen vertellen. Maar dat is door die spanning in de coalitie niet gelukt. Hè. Altijd moest er nog iets bij komen. Bevestigde men de oppositie in de analyse dat niet sociaal was. En dus moest daar altijd nog iets bij komen. De meerwaardebelasting is heel lang in de running geweest. Dat bleef dan een soort spook dat in de wedstrijd rondging. En dat eigenlijk elk akkoord overschaduwde. Zat het erin, zat het er niet in. Het ging alleen nog daarover. De effectentax heeft die rol wat overgenomen. Je maakt een zomerakkoord met een historische vennootschapsbelastingshervorming. Waar schrijven dan de media over? Dat neem ik u ook niet kwalijk. Ja, over die effectentax die er dan nog op het tapijt is gekomen als smeermiddel om iedereen mee te krijgen. En wat zal het effect dan zijn van de effectentax? Wat zal de opbrengst daarvan zijn? Ja. Ja, dat is voor mij ongeveer het minst belangrijke van heel de zaak. Het is ook voorspelbaar dat dat een wankel verhaal is en zal worden en blijven. Dat krijg je denk ik niet in orde.
Belastingen op vermogen zijn de meest volatiele die er zijn, want menselijk gedrag pas je aan. En puur vermogen, puur liquide, is zeer, zeer volatiel. Dus je weet zo dat dat een wankel verhaal blijft. En nu net dat is dan de grote focus. Dat is heel spijtig en dat is een recurrent verhaal in de meerderheid geworden. Dat is dan toch een stuk zelfverminking, denk ik. Dat is uzelf onnodig pijn doen. Ja, u zegt het. Dat vind ik ook. Dus ik vind dat die regering had kunnen aan elkaar hangen bij een verhaal waar je een sociaal-economisch relancebeleid voert en dat je echt wel iets kan laten zien over competitiviteit, over private jobcreatie, over economische groei, over de handelsbalans. Dat zijn cijfers die ertoe doen. De Nationale Bank bevestigt dat ook. Dus je hebt objectieve gronden om dat te zeggen. De vooruitzichten zijn ook niet zo slecht. Ook de economische groei niet zo slecht, zeker in Vlaanderen. Ja. En je had tegelijkertijd kunnen zeggen, het is behoorlijk sociaal. Het is helemaal geen transfer weg van mensen die het moeilijk hebben. Wel in tegendeel, het zijn de kleintjes, kleine ondernemers en de kleine weddens die het meeste profiteren van het beleid. Maar dat heeft men niet willen doen. En het volstaat dat één partner niet het verhaal wil vertellen en je hebt geen verhaal meer. Dat is een zelfverminking, je hebt daarin gelijk, maar je kan daar zeer weinig aan doen. Maar dan moet je me dan toch eens uitleggen. Er is een moment geweest, er zijn verschillende. Je hebt dat Kumbaya-moment, je had voor de schermen, 11 juli herinner ik mij, waar jullie als drie voorzitters ook heel broederlijk stonden te praten met elkaar. Eigenlijk, je weet niet wat er gezegd is. Nee, goed. Ik weet wel dat de journalisten zijn weggestuurd op een gegeven moment, dus dan is het toch meestal iets dat interessant moet zijn. Het ging ergens over, ja. Maar daarom is het nog niet broederlijk. Hè? Nee, uiteraard niet. Maar ik vraag me dan wel oprecht af, wat u nu tegen mij zegt, hè, van die zelfverminking, dat moet toch onderling in die groep van de mensen die er echt toe doen ook wel gedeeld worden. En er moet toch gevraagd worden van, kom aan, kunnen we dat niet samen oplossen? Ja, maar dat schijnt altijd maar tijdelijk te lukken. Dat stel ik samen met u vast. Mm-hmm. Dus daar zit een middelpuntvliedende kracht op, politiek, die vooral zich axeert op tegenstelling CD&V en VA. Ja, en die niet te controleren is. Dat wil zeggen, je kan die eventjes bezweren, maar dat is een geest die altijd terug uit de fles komt. Waarbij ook een aantal parlementsleden zich wel doen gelden en telken malen de buitenbaan van de buitenbaan opzoeken. Erik van Rompuy bedoelt u dan? Ja, Erik van Rompuy, ja, de free speech, dat staat altijd in rechtlijnig verband met je relevantie. Hè. Mm. Dus hoe relevanter je bent in de wedstrijd, hoe minder free speech je hebt, want je moet heel veel, met heel veel dingen rekening houden. En als je iets zegt, dan doet dat er ook toe. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Hè. En op een gegeven moment ben je volledig losgeslagen en zeg je altijd wat je denkt. En ben je een beetje een ruziestoker en wat verzuurd. En dat gaat zo altijd maar door. En zo mensen richten wel schade aan. Maar eigenlijk in de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de mensen die ertoe doen, zei u, heeft dat niet zoveel effect. Maar op de perceptie is dat natuurlijk dodelijk. Hè? Je kan niet zeggen, dit is een ploeg die aan elkaar hangt. Als renners uit het peloton voortdurend wegdemareren en met drinkenbussen smijten of met petjes vol. We gaan niet definiëren. Nee, ik ga de zin niet afmaken. Nee, maar het is natuurlijk niet enkel die eenlingen. Het zijn momenten zoals Chris Peters, toch een van de kopstukken, die dan met u in een discussie gaat over honden. Die dan eindigt op een manier waar denk ik de rest van Vlaanderen zit te kijken van over wat. Ja, ik ben het daar met u eens hoor. Ik stel vast natuurlijk, Chris Peters heeft een appartement gehuurd in Antwerpen en komt daar op als burgemeester. Mm-hmm. Dat is nu niet de grootste daad van vriendelijk politiek nabuurschap. Hè. Nee. Moest ik een vicepremier vragen om naar de gemeente van Wouterbeke te verhuizen en dan te zeggen, ik kom niet alleen op voor het burgemeesterschap, dus de post van Wouterbeke. Mm-hmm. Ik wil hier eigenlijk ook wel een wissel in de coalitie doen. Hè. Ik heb midden van het bed, dus ik kan hier met iedereen praten. Hè. Ook al zit je daar samen in de coalitie, dat zijn geen vriendelijke gestes natuurlijk. Dus dan leef je vanaf dat in een animositeit. Ik probeer daar zo weinig mogelijk toe bij te dragen. Ik weet niet of dat opvalt, maar ik doe dat echt niet. Maar natuurlijk, soms worden er dingen gezegd in interviews waar men u dan een reactie op vraagt. En dan heb je twee keuzes. Je gaat niet reageren. Hè? Dus de frozen reactie, let it go. Wat ik 90% van de tijd doe. Kent de frozen jargon zeer goed? Ik heb kinderen. Ja. Ik heb kinderen. Dus frozen komt binnen, of dat je dat nu wilt of niet. Ja. Of de andere reactie is, ja, gaat er dan toch iets op zeggen? En dat is elke keer een afweging, doen, niet doen. Hè. In het geval van de hond wordt dan gezegd, ja, ik ben geen hondenliefhebber, lees, ik ben geen dierenliefhebber, lees, ik ben echt wel een nare, antipathieke mens. Dat wordt dan gezegd. Heeft u blijven herhalen? Natuurlijk, dat zal wel, hè. Dat zal dan zijn overtuiging ook wel zijn. Hè. Yves de Smet heeft dat interview afgenomen in Humo. Yves de Smet is een doorwinterde journalist, dus zet dat in de titel. Mm-hmm. Dus weet ook wel waar het pijnpunt van het interview echt zit, mm-hmm. het emotionele prikje. Mm-hmm.
En dus ja, dan komt je woordvoerder en zegt hij, kijk, dit staat in de titel, het titelblad, gaan we nu reageren of niet? Niet reageren, kini du mot consent, dan laat je het passeren, gaat dat sluimeren. Wel reageren, loop je de kans dat je in de ring gaat en dat je dus door de buitenwereld zal worden gezien als twee kibbelende kerstkinderen, waarbij je alleen nog kan zeggen, hij is begonnen. Maar of dat nu zo volwassen overkomt, is dan maar zeer de vraag. Dus dat zijn heel moeilijke afwegingen. Maar nu, kies aangezien, dan wel om in de ring te gaan, hè? Ja, omdat dat in de titel staat van een veelgelezen weekblad dat ik een dierenhater ben. Ik ben dat helemaal niet. Absoluut niet. Ik heb zelf thuis heel veel dieren. Ik heb een allergie voor honden en kattenhaar. Maar ik heb bijvoorbeeld kippen, een schildpad, een dwerghamster. Dus er leeft heel wat ten huize de wever. Dus ik ben absoluut geen dierenhater. En dierenwelzijn is voor ons een thema waar wij ja, ook bovendien heel fel op inzetten. En dat zal men ook wel weten. Dus men treft ons niet alleen, men treft mij niet alleen persoonlijk. Maar men treft ons daar ook politiek mee, want wij doen... wij hebben voor de eerste keer een minister van Dierenwelzijn die naamwaardig, die rond die bevoegdheid ook dingen probeert te doen. En we moedigen dat ook aan. Het verbod op het onverdoofd slachten is, ondanks de CD&V, er toch doorgekomen. Ze waren tot de laatste in het verzet. Mm-hmm. Dat is een van de grootste politieke trofeeën die ik op Vlaams vlak zie. Dat is echt baanbrekend. Dus op die flank wil je ook niet geramd worden. En het is bovendien ook gewoon niet waar. Dus er was heel veel in dat statement dat mij noopte om te zeggen, ja, ik ga dit niet over mijn kant laten gaan. Maar ik weet dan ook wel dat ik dan Wouter Verschelden, en u bent niet de eerste, bij mij ga krijgen, die in een interview dan zegt, wat doen jullie nu toch? Mm-hmm. In het meervoud uiteraard, want voor u is dat irrelevant, hoe die genezen is van een kibbelpartij. Je wordt altijd, als iemand een low blow geeft, dan word je altijd naar beneden getrokken. Ja. Dat kan niet anders, zelfs al blijf je boven, je gaat altijd een stuk naar beneden worden getrokken. Daar kun je niks aan doen. Ik spring even naar een ander moment. Het was misschien ook wel een low blow moment. Antwerpen lijkt de kiescampagne eigenlijk al begonnen. Mm-hmm. Grote uitdager Wouter van Bezien lanceert zijn Samen en dan duikt daar heel dat verhaal op van Landinvest. Mm-hmm. Het was geen huilbuit, het was geen Bertensio, maar het waren toch tranen, denk ik. Nee, er waren geen tranen. Er waren geen tranen. Ik was vooral kwaad. Ik was erg kwaad, boos. Ja, je weet ook wel wanneer je slachtoffer bent van een gemonteerd verhaal. Hè? Als men op 20 oktober naar een receptie gaat, zoals ik dat wel eens vaker doe, zo weinig mogelijk, ik ben geen feestneus. Als ik naar een receptie moet gaan, dan doe ik dat omdat ik denk dat aan mijn ambt verplicht is om daar naartoe te gaan. En blijf ik daar zo kort mogelijk. Als zo'n filmpje op 20 oktober wordt genomen en men houdt dat op tot 16 november, men lost dat op de vooravond van een belangrijke beslissing in hetzelfde dossier, en 40 minuten later komt er een klacht binnen van Groen bij het integriteitsbureau, dan weet je, dit is een gemonteerd trucje. De journalist werkt hier samen met de oppositie om ons erbij te lappen. Oké, mooi gespeeld, maar wel zeer laag natuurlijk. Hè. En dan merk je, en dat is wel eventjes hard, dat je in een Amerikaanse toestand bent terechtgekomen. Hè. Men voert niet alleen campagne over zichzelf, men voert ook campagne tegen de anderen, dus een negatieve campagne. En men schrikt er niet voor terug om die in een bepaalde context te gaan framen, besmeuren, beschuldigen, insinueren. Men voet aan elkaar. Hè. Men zegt, ja, maar een website schrijft het, dus ik vraag het u. Maar die website en die politicus is natuurlijk één en dezelfde. Allee, ik ben ook niet fan gisteren. Is dat pas dan een instrument van Groen? Het is alleszins niet mijn instrument, dat kan ik u wel zeggen. En dat zijn mensen die fantastische verhalen kunnen verzinnen en schrijven, meer dan dat ik ooit zou kunnen beantwoorden. En ik wil dat ook helemaal niet. Dus men is nu al jaren aan het graven, men volgt ons op straat, men filmt ons vanuit de riool. En ik zou nog altijd niet weten als er één ding is gevonden wat men mij te lasten kan leggen. Wanneer houdt het ooit op? Wanneer houdt het ooit op? Wanneer stopt het? Maar als je op allerlei dingen gaat antwoorden, ook dingen die zich in puur privé-privé afspelen, over wie er met wie zaken doet en wie bepaalde dingen financiert, sorry, daar heb ik echt niks mee te maken. Daar heb ik niks mee te maken en daar moet men mij ook niet op aanspreken. Dat is guilty by association op den duur. En zo kan je, dat is de Amerikaanse stijl. Hè. Je gaat kijken met wie kom je in aanraking en wie zijn de antecedenten daarvan en je probeert dan je tegenstander zwart te maken. En ik was vooral kwaad, omdat men natuurlijk mij wil raken, maar achter mij raakt men heel veel mensen. Hè. We hebben een vastgoedbedrijf, we hebben een consultingbedrijf, we hebben een bouwmeester, die allemaal mee besmeurd worden. Er worden ook elementen uit het personeelsdossier gewoon op straat gesmeten. Dat heeft voor die mensen, voor die personeelsleden, zeer, zeer grote gevolgen in hun persoonlijk leven. Hè. Die worden met naam en toenaam genoemd in verhalen waar men dan een geurtje overhangt, waar men een maffiasfeertje rondhangt. Ja, dat zijn mensen die vaak nog moeten solliciteren. Hè. En u weet hoe het dan gaat. Hè. Je wordt gegoogeld. En je krijgt 30, 40 artikels waar je naam in staat, vergeet het maar. Hè. En die kunnen zich niet verdedigen. En ik vind dat oneerlijk. En ik word daar behoorlijk boos van. Mm-hmm. Dus als u een emotie zag, waren het zeker geen tranen. Het was ingehouden woede. Mm-hmm.
Hoe kijkt u dan, want op een gegeven moment kantelt dat verhaal natuurlijk en ontploft het een deel in het gezicht van de oppositie. Een deel, u bent vriendelijk. Hoe hebt u dat beleefd? Ja, dat is het verhaal van de put graven en er zelf invallen. Hè. En ik stel vast dat men die les nog niet heeft geleerd, want men gaat nog altijd vrolijk verder. Dus, ja, dat nog altijd die sfeerschepping en die insinuaties onder de mom van wij vragen transparantie, dat nog altijd verder gaat. Dus ik denk dat de put nog niet diep genoeg is. Dus dat gaat een hele vuile campagne worden? Ja, oftewel gaat dat op een gegeven moment stoppen, omdat men ziet dat men eigenlijk vooral de eigen put aan het graven is. En eigenlijk stoort het mij nu ook niet meer. Ik ben ook niet meer boos. Ik zou ze aanmoedigen, doe vooral verder. Mm-hmm. U maakt uw eigen put alleen dieper. En de kans dat u nog eens valt en nog wat dieper valt, des te groter. Het is opvallend dat in Gent bijvoorbeeld SPA een lijsttrekker, Tom Balthazar, eigenlijk voor minder aan de kant gezet heeft en dat dan in Antwerpen die Tom Meus blijft zitten. Ja, dat moet u mij niet vragen natuurlijk. Hè. Ik ben niet de woordvoerder van de oppositie en ik ken ook niks van de Gentse dossiers. Ik ken dat echt niet. Mm-hmm. Ik weet dat niet. Ik weet dat je als staatsbestuur er een goede zaak aan doet, volgens mij, in mijn ideologie, om zoveel mogelijk met ondernemers in contact te komen. Hè. Of dat nu gaat over de petrochemie, waar wij miljarden investeringen toch naar Antwerpen hebben kunnen trekken. Of dat gaat over de retail, of dat gaat over de toeristische sector, of dat gaat over de bouwsector. Je hebt die wel nodig. Mm-hmm. Als die kunnen investeren in je stad, is dat mooi. Als die de werkstelling kunnen creëren, is dat mooi. En aan een politicus kan je heel veel matchmaking doen. Je kan heel veel mensen letterlijk aan tafel brengen, als een soort neutraal terrein. Met elkaar in contact brengen. Je kan mensen op ideeën brengen, ideeën aan elkaar koppelen. Je kan handelsmissies doen, business development voor een stuk voor je stad. Dat kan je allemaal doen. Ja. Je weet alleen heel goed, waar is de witte zone, waar is de zwarte zone, waar kom je in het grijs en waar is de zone waar je uit moet wegblijven. Het is voor mij onmogelijk te beoordelen hoe een ander zijn job doet. Dus je moet niet in de zwarte zone. Mm-hmm. De reden dat ik gerust slaap, is dat ik daar nooit ben ingeweest in die zwarte zone. Mm-hmm. Dus men mag me eigenlijk alles vragen. Ik vind alleen dat ik verplicht ben om op alles zomaar te antwoorden. Ook vragen waar ik zeg van, ja, maar dat is helemaal niet aan mij om erop te antwoorden. Ja. Men moet mij maar één ding vragen, dat is als men in Antwerpen iemand grond koopt, hè, want ik wijs niks toe, mensen kopen grond, willen iets ontwikkelen, vragen een vergunning. Is dat dan een vergunning die ik conform de procedures en conform de deontologie mag afleveren, ja of nee? En daar eindigt het debat. En dat debat wil ik elke dag aangaan, geen enkel probleem. Het is wel een stuk de transformatie van de N-VA, die jarenlang een kleine partij, een oppositiepartij was en vandaag in heel veel sleutelposten zit. En dan zie je natuurlijk, wat u zelf omschrijft, die contacten met de zakenwereld. Mm-hmm. Bekijk dat eens van op een afstand. Je ziet toch dat jullie misschien onder invloed daarvan ook andere standpunten gaan innemen, onder andere over kernenergie. Nee, dat is helemaal niet juist. Dat standpunt over kernenergie is echt al behoorlijk oud. Hè. Dus wij zijn ook voor de uitstap van kernenergie, maar ik daag u uit om vanaf de eerste wet op die uitstap de analyse van de N-VA te lezen, dat die wellicht veel te optimistisch was. En die is alleen maar optimistischer geworden door het feit dat men intussen niet het beleid heeft gevoerd dat nodig is om die nucleaire capaciteit te kunnen missen. We zijn een land dat de helft van zijn elektriciteit meer uit kernenergie haalt. Nu nog, ja. Maar bon, we zijn al 15 jaar met die transitie bezig. We staan met moeite op 10% hernieuwbaar. En nu wil men ons doen geloven dat we op 12 jaar 30% gaan doen. Ja, degene die dat gelooft, die mag dat geloven. Hè. De maar ik geloof energieministers dat, geloven dat, denk ik? Ja, wel, degene die dat geloven, die mogen dat geloven. Dus natuurlijk. Bartomelijn die heeft de verdienste dat hij heel dat beleid op zijn kop heeft gezet. En heeft gezegd, die biomassa-centrales, die gaan we niet doen. Oké, dus dat weten we dan. Dat is hernieuwbare energie die we niet gaan doen. Mijn vraag is dan, wat gaan we dan wel doen? Hè? Want ondertussen is daarvoor de turteltax kunnen gestopt. Dat zal veel applaus hebben opgeleverd. Ja. Oké. Maar het bad is wel leeg. Hè? Dus niet met voluntarisme en zonnepanelen die je in de IKEA kunt halen, gaan we echt die 30% niet dichtrijden. Dus ik wil het nu wel eens horen. Mm-hmm. En ik wil dan ook wel eens horen wat het gaat kosten. Ik hoor de VLD-vertegenwoordiger op ter zake zeggen, ja, de burger zal wel iets meer willen betalen. Maar hoeveel is dat dan iets meer? Als je die kerncentrales wil sluiten, gaat het niet over vervanging van kernenergie door hernieuwbare. Nee, het gaat over de vervanging van kernenergie door gascentrales. Dat is de keuze. Niet kernenergie versus hernieuwbaar. Kernenergie versus gascentrales. Ja. En die gascentrales zullen niet rendabel zijn, dat weten we. Die moeten allemaal nog gebouwd worden. Die zullen dus moeten gesubsidieerd worden om rendabel te zijn. Anders zal niemand die bouwen. Ja, ik lees een aantal berekeningen van de voorstanders, hè, van het stoppen van kernenergie. De voorstanders. Ik zie daar bedragen bij waar ik zeg, ja, dat is de turteltax maal 3, de turteltax maal 4. Ja, wil men dat aan de bevolking zeggen? Dat men nog altijd vuile energie, die CO2-uitstotend zal zijn, wat kernenergie niet is, en veel duurder zal zijn, dat dat het energiebeleid is voor de komende 12 jaar. Sorry, ik doe daar dus niet aan mee. Hè. Mm-hmm. Ik ga daar ook in 2019
In de verkiezingscampagne, ik ga dat uitleggen aan de mensen en ik ga vragen, bon, je hebt een duidelijke keuze, N-VA heeft een analyse, al de anderen hebben een andere analyse. En ik denk dat de regeringsonderhandelingen in 2019 zullen uiteindelijk het pleit beslechten, want voorlopig is dat, ja, dus dat een verhaal dat een beetje de baan, ja, in de lucht blijft hangen. Men moet dat nu gaan becijferen. Je hebt natuurlijk de wet op de kernuitstap, maar die is ook voorwaardelijk gesteld aan de bevoorradingszekerheid die niet gegarandeerd is, de prijs en ook de duurzaamheid. Dat zijn aspecten die allemaal in het gedrang komen. Dus er zijn heel veel redenen om die wet in vraag te stellen. En bon, ik denk niet dat iemand daar nog zal ontwapenen voor 2019. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Oké, laten we even vooruitblikken naar volgend jaar. Misschien wat dat typisch vraag voor vooruitblik, maar denk je dat je relatie met de media beter gaat worden volgend jaar? Daar twijfel ik heel sterk aan, ja. Heb je daar enig voornemen of is dat hoop al opgegeven? Want het is wel toch weer een turbulent jaar geweest met vijandigheden naar andere. Ja, dat geldt ook niet voor alle media. Dat geldt vooral de kranten van het Mediahuis, de Standaard en het Nieuwsblad. Die ik vind dat die een zeer vijandige agenda hebben naar de N-VA toe. De Standaard ook naar mij persoonlijk toe. Ik vind dat er vingerdik bovenop ligt. En op een gegeven moment geef je dat op. Geef je dat gewoon op. En dus nee, ik ben eigenlijk niet van plan om daar nog veel te investeren. Ik denk ook dat de tijd dat de mainstream media en zeker de printmedia, de kranten, dat die van doorslaggevend belang waren voor een politicus, dat die tijd al wel eventjes achter ons ligt en dat de toekomst niet, zeker niet aan hen is. Integendeel, jaar na jaar zal hun relevantie denk ik een beetje afnemen. Waar ik het au fond heel moeilijk mee heb en altijd zal blijven hebben, is dat de geest van Manu Ruijs echt wel weg is en dat de scheiden van feiten en duiding helemaal weg is. En dat men zegt, ja, we kunnen alleen optegen online door niet de feiten te brengen, want die heeft men online even goed en veel sneller, maar door daar inderdaad een soort opinie bij te steken. Dus die redactie wordt eigenlijk heel subjectiverend in wat die krant brengt. En oké, maar zeg dat dan heel openlijk. Zeg dan ook welke kleur je hebt als krant. Ik moet op een lijst gaan staan om mijn opinie te kunnen uiten. Kranten die moeten dat niet, hè. Die doen dat op het gezag van kwaliteitsmedium. Maar ik ben bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in de opinie van een filmrecensent dat die zegt American Sniper moet je niet gaan zien, want die film is te rechts. Ik vind dat gewoon een belediging van mijn intelligentie. En ik vind dat in heel veel zaken, kleine zinnetjes, insinuaties, intentieprocessen vooral, de Standaard zich echt uit als geen kwaliteitskrant, maar een opinieblad. En ik heb daar geen moeite mee als ze eindelijk eens eerlijk zouden toegeven dat ze dat zijn. En dan zijn we terug vrienden. Maar zolang als dat zij dat als kwaliteitsmedium blijven brengen, word ik daar opstandig van. Ik wil daar dan ook niks mee te maken hebben. Ja. Ik zie dat niet meer veranderen. Want de journalist die ook zou toegeven dat hij of zij ooit iets fout doet, die moet ook echt nog weten geboren worden. Dat zijn de meest... Men zegt dat politici ijdel zijn, maar wij moeten onze meerdere in de journalist herkennen. Het zijn meestal journalisten die zeggen, moet je nu fel reageren op een plaagstoot van je tegenstander, dat is toch een beetje klein. Je moet eens een klachtenmail naar een medium sturen en gewoon kijken zien wat er gebeurt. Wat er dan gebeurt. Dag u uit. Dat is misschien een voornemen voor 2018. Je zult van mij niet veel klachten krijgen, want eigenlijk met de meeste media kan ik het echt wel stellen. Ja. Alleen bepaalde conflicten komen altijd terug boven. Goed, laat ons naar het positieve kijken. Misschien wint u de verkiezing in 2018? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik ben optimistisch. Ik ga in Antwerpen mijn palmaris voorleggen en ik heb een aantal kengetallen die sterk zijn. Het gaat over de afname van de schuld van kleine 2000 euro per Antwerpen naar 1200. Ja. Wij gaan onder de curatelen uitkomen, dus de stad, ik heb die bankroet gekregen. Sanering was onder mijn voorganger begonnen, fair enough. Maar we hebben die sneller kunnen doorzetten. Dat kan toch niet uw campagne worden? Ik heb Antwerpen van bankroet gered. Is dat... Dat is toch niet verkeerd, denk ik, om dat te melden. Dat de kas in goede handen is. Ondertussen is de criminaliteit zeer fel gedaald. Feller dan het nationaal gemiddelde. Wij zijn nu de veiligste van de grootsteden. Dat waren we niet in het begin. Het sociaal beleid, de budgetten zijn met 20% opgekrikt. Dat is misschien niet de intuïtie rond het N-VA-beleid, maar het is wel de waarheid. En vooral, men ziet dat de stad van morgen in de stijger staat. Die wordt in pijn geboren. En dat zou men ons ook wel kunnen aanrekenen. Hè. Dus er is 20 jaar niks gebeurd, dus je moet nu alles tegelijk doen. Dus dat is vreselijk. Maar ik denk dat een burger perspectief ziet. En dat hij zegt van eindelijk, hè. Eindelijk, die Oosterweelknoop is doorgehaakt door deze coalitie. Men begint aan die werken. Die stad wordt verfraaid. Dat centrum wordt helemaal opgeknapt. Daar worden nieuwe trambanen worden aangelegd. Ik denk dat een burger zoiets waardeert. Dat de fundamentals zijn. De echte kerntaken zijn goed verzorgd in Antwerpen. Misschien nog één ding over Antwerpen. Want er is een scenario mogelijk waarin u wint en toch Sjerp verliest.
Wat dan? Dat kan je niet uitsluiten. Wat dan? Ja, dat zullen we dan zien. Ik ga alles doen om dat onmogelijk te maken. Maar ik zie ook wel wat er in de agenda van sommigen geschreven staat. Hè. Dus als men naar Antwerpen speciaal verhuist, dan is dat niet om een plezier te doen. Hè. Nee. Dus dan is dat omdat men eruit gaat dat men een coalitiewissel kan forceren. En hier ook een feit van nationaal politiek belang creëren. Want ja. Als de coalitie wisselt, is dat wellicht ook de intentie om dat op Vlaams niveau en daarna ook federaal te doen. Dus met andere woorden, hier zie je de hele dominostenen die kunnen vallen. Als men met CD&V, SPA, Groen een coalitie kan maken, eventueel Borgerhuis-model PvdA erbij, ja, dan weet je dat de Vlaamse regering ook die kleur zal krijgen. En dan weet je dat de PS de dag daarop terug in de federale regering zal zitten. Dus mm-hmm. op de Meer wordt wel het pleit beslecht. Hè. Ja. Daar gaat een graf voor vreemden of voor ons recht, als u klassiekers kent. Ik ben niet van Antwerpen. Dus, ja, dat is ook geen Antwerpse klassieker. Okay. Nee, verschil. Dat is een Vlaamse klassieker. Ja. Nog één vraag over uw partij. Hoe zorg je ervoor dat 2018 het label niet op N-VA geplakt wordt, dat ze ook een traditionele partij zijn? Dat heb ik dit jaar voor de eerste keer gehoord en ja. Dat bleef wel kleven. Natuurlijk, als je gaat deelnemen aan macht op een hoog niveau, dan dreigt altijd het label van de traditionele partij. Omdat je natuurlijk in bijvoorbeeld benoemingen en allerlei intermediaire structuren, intercommunales, dat je daar wel moet instappen. Ja. Plotseling moet je daar mensen in benoemen. Ja, je hebt wel een paar mandaten koningen ondertussen. Dat is ook zo, omdat ik heel doelbewust vanuit Antwerpen heb je heel veel van intercommunales. We zijn een hele grote stad, we hebben heel veel financiële belangen te verdedigen. We hebben doelbewust in het begin van de coalitie gezegd, ik heb liefst dat het allemaal bij de schepen van financiën zit. Daar zoeken we iemand voor met een bedrijfsprofiel, iemand die balansen kan lezen, die bedrijfsbeheer en change management kent, die dat in de privé ook heeft gedaan. We steken dat allemaal daar. Daardoor is Koen Kenis ongelukkig de mandatenkoning geworden, die een inkomen heeft dat niet hoger is dan dat van mij. Alleen, er zitten heel veel schijfjes in, waardoor het opvalt. Maar die wel fantastisch werk doet in de hervorming van die dingen, die echt wel infusies in opheffing van een aantal intermediaire structuren, financieringscommunaal. Maar dat geloof ik graag. Echt wel aan de kaart trekt. Maar je geraakt een stuk besmet. Hè. Je kan niet in zo'n bad duiken. Kan geen maagd blijven. Zwemmen en zeggen achteraf, ik ben helemaal droog. Hè. Ja. Kom uit dat bad, ik ben niet nat, ben er niet in geweest. Ja, je krijgt daar spatten van. En natuurlijk, de traditionele partijen hebben daar veel plezier in natuurlijk, om te zeggen van, kijk, hè, wij zijn ook wel in dit bad, maar zie eens, wie zwemt er hier naast ons en zelfs voor ons, wie zwemt er ons voorbij? Het is de N-VA. Kijk eens aan. Ja, dat kan ik ze niet kwalijk nemen, c'est de la bonne guerre. Maar ik denk niet dat wij een traditionele partij zijn. Wij hebben geen zuil naast ons, wij hebben geen parastatale structuren. Wij zijn ook een partij die niet traditioneel omgaat met macht, maar nog altijd heel utilitair. Dus in functie van ja, een strategie, een plan dat op inhoud is gericht. En in die zin vind ik die partij niet veranderd door haar machtsdeelname. Alleen, ja, deelnemen aan macht is complex. En ja, dan kan je niet verwachten dat elke dag een vrolijke dag is. Hè. Dat is, als je altijd vrolijk wil zijn... Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Al ken je natuurlijk wel... Je gaat toch niet zeggen dat je een ongelukkig man bent? Nee. Ik word daar niet... Ongelukkig niet. Maar het is complexer, hè. Het is allemaal niet zo eenduidig. Je hebt politici die leven om hier nummertjes op te voeren en die daar al heel lang zitten, hè. En die hetzelfde inkomen hebben als ik en wellicht toch iets minder uren moeten doormaken en vooral veel minder stress hebben. Veel minder stress, hè. Ja. Als je alleen maar je gedacht moet zeggen, dat is... Denk ik een leven dat snel, mij zou het heel snel vervelen, maar sommigen houden zich er toch al heel lang mee bezig. Snel, goede voornemens voor volgend jaar? Goede voornemens voor volgend jaar. Ik ga, maar dat is ook stilaan een traditionele. Ik ga proberen gezond te blijven en sportief. En ik ga daar voor de allereerste keer, na 5 jaar, proberen een min of meer een voorbeeldrol in te spelen. Dus ik ga, in welke zin? Ik doe een oproep. Antwerpen loopt aan iedereen om te beginnen bewegen. En ik ga dat doen samen met dokters en sportcoaches en een ziekenfonds en mensen aanbieden gratis zich te laten testen qua conditie. Ik ga trainingen doen die ik ook openstel om mensen die mij zoals Forrest Gump zo'n beetje, kunnen volgen. Ja. En, samen met Bart gaan lopen, is dat idee? Niet alleen met Bart, ook Sophie Goos doet daaraan mee en nog een aantal andere mensen die als een soort ambassadeur van werk aan je gezondheid, een beetje Arnold Schwarzenegger, want you to commit to get fit. Zo is die ook begonnen, als gouverneur. Dat is voor mij wel een nieuwigheid, maar ik ben er altijd heel ver van gebleven, omdat ik zo denk, ja, god, val mensen niet lastig op hun gezondheid.
Maar mijn dokter ziet mij altijd maar aan te porren dat die obesitasplaag vormen aanneemt. En, jij moet daar een voorbeeldrol in gaan spelen. Ik ga mijn uiterste best doen. Ik ga mijn uiterste best doen. En dat zal mij dan dwingen om terug de marathon van Antwerpen te lopen. Want de bedoeling is, als je niks doet, doe dan 5. Doe je 5, doe dan de 10 miles. Doe je 10 miles en kan je dan ondertussen met je vingers in je neus gaten. Spring eens naar de marathon. Dat is een beetje het concept, maar dan alles onder begeleiding van mensen die geschoold zijn om mensen te kunnen begeleiden. Oké, Bart Wever, dank u wel. Graag gedaan.